Ik moet namelijk constateren dat de coalitie de afgelopen dagen vooral weer met zichzelf bezig moet zijn. In plaats van te werken aan de stad waar we allemaal zo van houden. Juist omdat wij verantwoordelijkheid willen nemen, zijn tussen de coalitiepartijen duidelijke afspraken gemaakt over het proces ten aanzien van de vervanging van een PvdA-wethouder. Op één en dezelfde portefeuille zouden we immers zijn aangekomen bij de derde wethouder van PvdA Huizen. Omdat we wilden dat het goed zou gaan en echt een persoon kunnen installeren die binnen het collegeteam past, zijn afspraken gemaakt over het proces. Waaronder het voeren van enkele gesprekken met verschillende sleutelfiguren. In de loop van dit proces is inderdaad, met de beste intenties, door meerdere deelnemers, de mogelijkheid om met 6 wethouders door te gaan als suggestie geopperd. Ook omdat duidelijk is dat een groot deel van de gemeenteraad niet zit te wachten op een 7e wethouder. Bovendien zijn er acute complexe vragen op grote dossiers zoals de Floriade en woningbouw stikstof. Deze dossiers en deze vragen maken een nieuwe wethouder op die dossiers ingewikkeld. Het gesprek is in onze ogen in goede harmonie gevoerd met alle begrip voor de positie van de PvdA. Inderdaad is er later in de gesprekken een eisenpakket op tafel gekomen met het effect dat de gesprekken de status van harde onderhandelingen kregen. Desondanks is de afspraak gemaakt om op een later moment het gesprek te hervatten. Afgelopen maandag zijn de coalitiepartijen echter geconfronteerd met bewuste berichtgeving vanuit de PvdA dat zij een kandidaat wethouder voordragen en die kandidaat benoemd dient te worden. Dat deze berichtgeving naar buiten kwam was voor de andere coalitiepartijen een totale verrassing. Deze gebeurtenissen hebben ons dus voor een voldongen feit geplaatst. Hiermee zijn voor ons de gemaakte afspraken over het proces op grove wijze geschonden. Terwijl die afspraken juist waren gemaakt omdat we het nu echt goed en zorgvuldig wilden doen. De nieuwe wethouder van de PvdA moest een succes worden en moest passen binnen het collegeteam, waarvoor we ons allemaal verantwoordelijk voelden. Die kans is ons echter ontnomen door de gebeurtenissen van maandag en daarna. Net als in het verleden raakten wij in de situatie dat wij dus weer met onszelf bezig waren, in plaats van met de stad. Dat is niet goed en daarmee komt er een moment dat de conclusie getrokken moet worden, dat er een einde moet komen aan het slechts intern bezig zijn. We zijn er om de stad te besturen en het belang van 210.000 inwoners te dienen. Voorzitter, het coalitieakkoord heeft de titel Liefde voor Almere. Liefde is wat mij betreft onvoorwaardelijk, zo ook de liefde voor de stad. Liefde vereist ook moed. De moed om die liefde te beschermen, hoe moeilijk en pijnlijk soms ook. Moed om een grens te trekken. Moed om u, gemeenteraad, in de ogen te kijken. Moed om een pijnlijke boodschap aan u, de gemeenteraad en de stad te vertellen. D66, VVD en ChristenUnie zien onder deze omstandigheden onvoldoende basis om nog verder met de PvdA samen te werken. Dank u wel.